Dag, mijn naam is Hans Slijp. Ik ben medeoprichter van een bedrijf dat heet ECG Excellence. De innovatie is een nieuwe manier om het elektrocardiogram, het hartfilmpje zoals we dat kennen in Nederland, om dat beter te kunnen interpreteren. Het is puur een technisch verhaal. Je plakt bij een hartfilmpje plak je elektroden op de huid. Je gaat indirect meten wat er in het hart gebeurt. En dat betekent, het hart is eigenlijk een drijvend object in het lichaam. Je meet indirect en als het hart wat verdraait of je pakt de elektrode verkeerd, krijg je al een verkeerd beeld. Dus één elektrode 2 centimeter verplaatsen levert een andere golfpatroon op. En dat is precies wat er aan de hand is bij een hartfilmpje. En daardoor vertrouwen artsen die golfpatronen niet. Ze kijken er gewoon niet naar. Als je gaat kijken naar hoe het er nu gaat, en we zitten naar het opsporen van de meest belangrijke doodsoorzaak wereldwijd. Dat zijn nog steeds hart- en vaatziekten. Dan begint het met een hele goede eerste diagnose. En als dat moeizaam is, zoals het geval is, dat betekent ook vaak dat je het laat uitstelt. Mensen met dure apparatuur te maken krijgen, lang in onzekerheid zitten, heel vaak naar het ziekenhuis moeten. Wat allemaal niet nodig is, je kan het eigenlijk in een paar minuten zien als je onze techniek gebruikt.